Mijn naam is Fred Bosker. Ik ben werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer als specialist beheer, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. We staan hier langs de Van Heuvel-Goedhartlaan in Hoofddorp. Hoofddorp is de grootste kern van de gemeente Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer op zich is een van de grootste gemeenten van Nederland. Langs deze rondweg rond Hoofddorp is het eerste project, het eerste LED-project met de Luma gerealiseerd. De gemeenteraad heeft in april besloten dat alle openbare verlichting van de gemeente in het vervolg wordt uitgevoerd met LED-verlichting. Het project is uitgevoerd met het armatuur Luma 2. In totaal betreft het 233 armaturen, waarvan 211 armaturen met 60 leds en 22 armaturen met 100 leds. Alle armaturen zijn voorzien van een dimbare driver. Die is uitgevoerd met Constaflux. Dat wil zeggen dat de lumenuitput gedurende de levensduur van het armatuur constant blijft, gelijk blijft. En een dimbare driver. Het armatuur is voorzien van een dimregime. Van het moment van inschakelen tot 7 uur 's avonds is het 100%, van 7 uur 's avonds 90% en van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends 70%. Dat is één verlichtingsklasse lager. En van 6 uur 's ochtends tot het moment van uitschakelen weer 100%, want dan is het weer druk op de weg. De oude armaturen waren voorzien van een Son T100 wattlamp en de door toepassing van de nieuwe armaturen is een energiebesparing gerealiseerd voor de armaturen met de 60 leds van 48% en de 100 leds op 55%. Dit komt gemiddeld neer op een energiebesparing van 52% voor het hele project. Wat we hier op de Van Heuvel-Goedhartlaan bereikt hebben, is dat we een hele goede gelijkmatigheid hebben gekregen van maar liefst 65%. Tevens is de verbinding teruggedrongen naar 6%. In de TCO-berekening die we hebben gemaakt, kwamen we uit op een terugverdientijd van 6,8 jaar. En onze samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer is hierdoor veel beter geworden. Haarlemmermeer is een grote gemeente in het hart van Nederland. Groot qua oppervlakte, 150.000 inwoners. En de afmeting is ongeveer van Amsterdam tot nabij Leiden. We hebben 37.000 lichtpunten in onze gemeente. En dat betekent jaarlijks een enorme hoeveelheid energie die we gebruiken. En de energie die raakt langzaam op. Ja, er is groene energie en die kopen wij ook. Maar we moeten heel duurzaam omgaan met het aanbod aan energie. Daarom ook hebben we gekozen voor LED-verlichting. De komende jaren gaan we onze lichtpunten vervangen met LED-verlichting. LED-verlichting van een hele hoge kwaliteit. En dat levert ons een besparing van 48% op het energieverbruik. En niet alleen dat, de leefduur van de armaturen is ook nog veel langer. En waar we voor gekozen hebben, dat is voor armaturen die te zijner tijd hergebruikt kunnen worden. Want de toekomst is ook aan onze kinderen. We zullen er rekening mee moeten houden dat onze kinderen straks als we niets doen, niet kunnen leven in een wereld zoals wij willen leven. We zullen moeten opkomen voor de belangen van onze kinderen. En dat betekent duurzaam leven. Een duurzame overheid die het voorbeeld geeft voor de omgeving, het voorbeeld geeft voor zijn inwoners.